we start. Ik ben in Oud-Beierland. Ja, en ze zeggen dat hier het tofste pleintje van Nederland is. Wie zegt dat? Boys van dit pleintje hebben een filmpje ingestuurd met hashtag tofste pleintje. En daarom ben ik nu hier. This is the lesson that wasn't in the book. Misschien staat hier wel de nieuwe Lionel Messi, of de nieuwe Neymar, of de nieuwe Ronaldo. Eén ding is zeker, we gaan straks voetballen en daarvoor heb ik mijn dreamteam meegenomen. I lose my mind. Eerst ga ik even mijn oor te luisteren leggen. Niet mijn neus, maar mijn oor. Ik heb niet één, maar vijf onderzoeken. En waarom? Omdat ik bewijs wil dat dit echt het tofste pleintje van Nederland is. Ja meneer, ik ben met een onderzoek bezig. Hoe heet jij? Koen. Hoe oud ben je? 9. Hoe vaak wordt er hier gevoetbald? Vaak. Je moet eerlijk antwoorden, ik ben echt met een heel groot onderzoek bezig. Ik ben bezig om te zoeken naar het tofste pleintje van Nederland. Er wordt vaak gevoetbald hier? Ja. Worden er ook toernooien georganiseerd? Soms. Wat voor soort toernooien? Dat je zelf een team kan maken en dat je dan tegen elkaar gaat voetballen. Is het gratis? Soms. Oeh, weet je of dat een pluspunt is? Het moet altijd gratis zijn, toch? Ja. Amazing. Ik ruik iemand die niet altijd de waarheid spreekt. Klopt dat? Ja. Hoe heet je? Jesper. Maar nu spreek je wel de waarheid? Ja. Ja. Spreek de waarheid door te zeggen dat je niet altijd de waarheid spreekt? Ja. Hoe vaak wordt hier gevoetbald? Ja, je moet het... Ja, best wel vaak, man. Wat is best wel vaak? Elke dag. Elke dag wel bijna. Ik wil meer horen. Elke dag zijn die kinderen voetballen en zo. Worden de mensen gestuurd ook? Ja. Hoe is het? 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 Hoe heet jij? Kelly Jane. Ik ben bezig met een onderzoek. Ik wil weten hoe de sfeer is hier op het pleintje. Het is een heel gezellige sfeer op het plein. Iedereen kan genieten. Iedereen kan voetballen. Ze kunnen hele gekke sport gaan doen. En waarom zeg je iedereen? Wat bedoel je met iedereen? Heel veel mensen zitten soms heel erg veel thuis. En dan moet er meer in beweging komen. Moet er meer gesport worden. Het is niet zo dat ze elke keer thuis zitten achter de game. Van jongens, hier moet je mee gaan sporten. En dan moet je toch even buiten zijn. Dit zijn teksten hè, van deze superster. En meisjes mogen ook gewoon voetballen hier? Meisjes mogen ook gewoon voetballen. En met of zonder beperking maakt ook niet uit? Met of zonder beperking maakt het niks uit. Iedereen is anders. Maar dat maakt het hier speciaal, toch? Ja, dat maakt hier heel erg speciaal. Iedereen loopt door elkaar? Iedereen loopt door elkaar. Hè? Supersterren zoals jou? Ja. En amateurs zoals ik? Ja. Vind je mij amateur? Nee joh, dat zeg ik niet. Ja, wel bijzonder. Je hebt hier dus gewoon, iedereen is welkom. Mensen met een beperking, zonder beperking. Ik wil niet eens beperking noemen, het zijn gewoon supersterren. Iedereen mag hier spelen. Dik, dun, pimpelpaars, wit, het maakt niet uit. Ik vind dat dat heel veel punten verdient. Maar ik ga nog niks zeggen. Yes? Kus is veilig. Naast wie sta ik? Hoi. Hoe heet jij? Missel. Hoe oud ben je? 23. Je bent aanvoerder? Ja. Dus jij kan mij vertellen hoe tof dit pleintje is? Ja, klopt. Hoe tof is dit pleintje? Is helemaal tof. Waarom dan? Nou, we hadden vroeger voetbal van Johan Cruijff gekregen. Ja, die is helaas een paar dagen overleden. Daarom moeten we ons gewoon Johan Cruijff pleintje heet. Dus jij speelt veel trots. Vol trots speel jij hier, omdat Johan Cruijff hier ook aan meegeholpen heeft. Ja. Sta ik naast een buurtvader?
Helemaal. Hoe heet je? Mounir. Ben je eerlijk? Ik ben hartstikke eerlijk. Ik ben bezig met een onderzoek. Ja. Wat vindt de buurt van het feit dat het pleintje hier is? Als het gaat om overlast, rommel en dat soort zaken. Er is geen overlast, er is geen rommel. En de kinderen zijn van straat, dus iedereen vindt het perfect. Wacht. Ik ga het moeilijker maken. AIVD, KNVB, iedereen is aan het meekijken. Ja? Ik blijf bij mijn standpunt wat ik zei. Dus het is gewoon een superveldje hier zo. We zijn er hartstikke blij mee. Dus leuk voetballen. Ik doe altijd, zelf ook altijd mee, dus ik vind het heerlijk. Ja, het lichaam wil nog? Ja, nog steeds. Ik zeg, wanneer heb je voor het laatst panna gekregen? Week eigenlijk niet, man. Lang geleden. Ja, geloof ik je niet meer. Ik heb tegen jou gespeeld. Is the man of the hour, the man of the year, the man of the century. I guess I was wrong. Well, let's go. Dit onderzoek gaat over skills. Heeft dit pleintje een beetje skills? Ja. Hoeveel? Heel veel. Hoe heet je? Xavier. Wat kan je? De AK. Rondje om de wereld. Hoe lang doe je daarover? Gewoon rondje om de wereld, klaar. Rondje om de wereld is normaal 20 uur, toch? 2 seconden. Hoe oud ben je? 12. Heb je skills? Nee, niet echt. Het is tijd om wat skills te zien. Het is showtime. I might come back and ask you some more questions. Thanks. Come back and ask you some more questions. Thanks. Wat was het eerste waar je aan dacht toen je vanochtend wakker werd? Voetbal. Next. Voetbal. Tuzani. Serieus? Ja. Hey. Ayoni, Tuzani, box. Ja, dat ik Tuzani mocht voetballen. Daar dacht je aan. Je dacht niet aan slopen. Voetballen en Tuzani. Maar je bent keeper. Ja, maar voetballen hoort bij keeper. Je hebt gelijk. Ja, doei. 3, 2, 1, go. Once. Hey. Actie. Maak je actie. Go. Capitano, je was supergoed. Wat had jij? Een mooie goal gemaakt. Hoe voel je je? Ja, helemaal blij. Ik doe even een blauw duimpje omhoog. Yes. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. Wil je nou ook dat ik bij jou langskom? Stuur dan even een filmpje in met hashtag tofstepleintje op Instagram of Facebook of YouTube. En wie weet kom ik met het Dreamteam naar jou. Yes. Laat je nog één keer horen. Iedereen loopt door elkaar. Iedereen loopt door elkaar. Supersterren zoals jou. Ja. En amateurs zoals ik. Ja. Vind je mij amateur? Nee joh, dat zeg ik niet.